Een hele goede morgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb echt weer zin om te vloggen, want ik heb gisteren niet gevlogd en ik heb er nu best heel veel zin in. Het licht is wel echt heel erg fel. Het is vandaag weer echt super warm, maar vergeleken met de afgelopen week valt het echt wel mee. Alleen de nachten zijn wel echt gewoon heel erg benauwd. Ik slaap ook echt heel erg slecht. Maar overdag vind ik het al echt veel prettiger. Ik ga even mijn koffie halen en dan ga ik naar mijn afspraak. Ik heb vandaag als outfit mijn nieuwe topje aan van de Zara. Die had ik niet laten zien, maar die is van de nieuwe collectie, van die basic collectie. Hij zit echt heel erg top. En eronder een Zara rokje. Ik wou eigenlijk helemaal geen rok aan doen, maar ja, je weet hoe het gaat met het weer. Je weet gewoon niet wat je aan moet doen. En dan eindig je met een rok met hakken eronder. Oké, het zijn niet heel hoge hakken. Ze zijn gewoon wel hartstikke fijn, maar het zijn wel hakken. Dat was niet echt de bedoeling. Ik haat Erko echt altijd. Maar ik kan niet wachten om hem nu aan te doen. Echt. Oh. Weet je wat echt raar was, zeg maar? Toen ik 16 was, ben ik dus een keer naar Syrië gegaan. En ja, daar tikt het heel makkelijk 40 graden aan. En nog veel hoger en zo. Maar, zeg maar binnen voelde je daar niks van. Alles was gewoon heel erg lekker cool. Ik snap echt niet hoe dat kan. Terwijl je hier eigenlijk gewoon veel nieuwere huizen hebt. Ik ben even gestopt om koffie te halen. Ik wou even mijn make-up laten zien van vandaag. Ik heb het echt heel natuurlijk gedaan. En ik vind het eigenlijk heel erg mooi. En ik heb na een hele lange tijd heb ik mijn haar weer gedaan. Ook wel weer leuk voor de verandering. Nu tijd voor mijn koffie. Ik ga trouwens vandaag naar Elmas om mijn wenkbrauw weer te doen na een lange tijd. En zoals je ziet heb ik ze zelf niet gedaan. Dit is dus gewoon van mezelf. Mijn wilde haartjes, zien jullie dit? Dit is gewoon van mezelf. En zij gaat vandaag weer fixen. Ik denk dat ik echt een half jaar of zo niet naar Elna's ben geweest. Dus ik heb het echt zwaar nodig. Maar ze appte me net dus dat ze iets uitliep. Een half uurtje. Dus ik kan lekker rustig mijn koffie halen. En misschien een extra rondje rijden of zo. En dan ben ik er gewoon. En vandaag heb ik deze oorbellen in. Deze zijn van Lot. En zijn gold-plated. Het is wel iets goedkoper dan die van Jennifer Fisher, maar nog steeds niet echt heel goedkoop. Ik heb gisteren weer even nieuwe oorbellen besteld. Ik wil ze echt in alle kleuren en formaten. Ik zit zelfs te overwegen om zilver te halen. Zo ver gaat het eigenlijk. Ik ben echt een beetje met goud opgegroeid. Sinds ik een baby was droeg ik altijd al goud, maar dat kwam dus omdat mijn vader goudsmit was. Eigenlijk zijn al mijn ooms zeg maar goudsmit. We hebben echt een goudsmitfamilie. En ja, daar komt mijn liefde voor goud eigenlijk vandaan. Ik heb altijd goud gedragen. Ik haat zilver gewoon eigenlijk. Wat ik echt goor vind, dan ruik je heel erg lekker. Je hebt gedoucht, parfum, alles. En dan ga je even koffie halen bij een tank waar ze ook frikandellen en zo verkopen. En dan ruikt je hele haar gewoon naar frituur. Echt, gadverdamme. Ik heb mezelf net even ondergedompeld in parfum. Want ik kan die geur echt niet hebben in mijn haar. Ik vind het echt zo goor. Oké, ik ga jullie even een goede before laten zien voordat ik naar binnen ga. Dit zijn mijn wenkbrauwen nu. Oké, guys. Ik ben inmiddels bij Elna's. Dus net klaar met haar vorige klant. En ik ben nu aan de beurt. Hey guys, ik zit inmiddels in de stoel. Wat gaan we doen met mijn wenkbrauwen? Wij gaan jouw uiteinde liften. Mm-hmm. Dan krijg je ook optisch dat het wat voller wordt, die uiteindes. Mm-hmm. En je krijgt dan meteen een soort lift aan de buitenkant. Mm-hmm. Ja, want dit hangt altijd heel erg bij jou. Jij hebt net dat jouw krul zo naar beneden gaat. Ja. Dus bij sommige mensen gaat die krul zo en bij sommige gaat die zo. Ja. Dus als we dan gaan liften... Ik heb zelfs krul in mijn wenkbrauwen. Ja, dat jullie even het kunnen volgen. Dus vandaar dat we even gaan liften vandaag. Maar niet van voren, want durf ik nog niet aan. Nee, dus we gaan de zijkant eerst liften. En dan de voorkant houden we gewoon zo. Mm-hmm. Dat zit, tot straks. Ik ben klaar. Ik ben zo blij met mijn wenkbrauwen. Ik laat je zo even in de auto zien, dus denk ik wat beter. Kijk hoe mooi mijn wenkbrauwen zijn gelukt. Oh, I love it. Ik heb dus een wenkbrauwlift gedaan in de hoeken. En van voren niet. En ik heb eindelijk een beetje een hoek in mijn wenkbrauwen. Die mis ik altijd als ik naar Elna's ga. Ze zijn nu best wel aan de donkere kant, maar morgen worden ze dus iets lichter. En dan is het bij mij gewoon echt perfect. Ik ben echt zo blij dat ik mijn wenkbrauw weer heb gedaan, jongens. Nu op naar huis. Guys, ik besef nu pas hoe laat het is. Kort over 4. Ik heb nog steeds een ontbeten. Ik heb een broodje tonijnsalade gekocht. Ik had echt zoveel trek. En ik dacht, ah, het is nog maar 2 uur of zo. Maar het is al kort over 4. Snel naar huis nu. Lekker broodje eten. Naar huis rijden.
Ik ben net thuis en Esme heeft een vaat gedaan. Yay! Oké, deze pannen moet je even wegdenken. Ja, dit ook. Pannen, makkel, oh, wat mooi, Nes! Mooi, hè? Ben je nou? Je wil het er ook, bro. Ik heb chintje. Wat is er met mijn wenkbrauw dan? Bro, ze zijn heel aanwezig. En ze moeten lichter worden, dus de eerste dag. Jezus. Heftig, man. Ik vind het echt zo. Hoe langer ik naar je gezicht krijg, kijk hoe grappig ik het vind. Het is zo grappig, je bent op deze wenkbrauw. Je moet echt zo'n wenkbrauw. Oh, ik ben een stuk. Ik vind het al afwegen. Ik heb echt even een inkakmomentje. Maar ik weiger gewoon om moe te worden. Want ik heb nu echt gewoon de behoefte om gewoon te gaan slapen. Maar dat gaan we niet doen. Ik ga mezelf juist opfrissen. Ik ga dus een heel klein beetje mijn make-up verversen. Even met deze poeder van Chanel. Er zit een kleurtje bij, Le Beige. Ik weet niet of het een kleur is, maar goed. Even afpoederen, want ik glim helemaal. Oh, volgens mij krijg ik dus vlekken van deze poeder. Zie je het ook? Ja, ik zie het wel. Deze poeder is niet geschikt voor mijn huid. Nee, die vlek gaat niet meer weg nu. Laura Mercier is veel beter. Zo, dit is al veel beter. Dat doe ik. Even met mijn blushborstel. Een beetje zo. En dan met mijn highlighter brush een beetje zo. En dan doe ik met de bronzer. Brush, een beetje zo op mijn oogleden. Niet te veel. Ik wil gewoon een beetje een natural look. En dan nu het belangrijkste voor mij altijd, mijn lippen. Doe ik de MAC Whirl, volgens mij. Ik kan de kleur niet meer zien, maar volgens mij is het de Whirl. Die kleur ik heel natuurlijk in. Ga ik proberen. Mij kennende. Oh, dit is trouwens strip down. Sorry, niet MAC Whirl. Zo. Nou, het is helemaal niet natural zoals je ziet. Wat ik al van mezelf verwacht. Wel een beetje minder. En dan doe ik deze gloss op van Fenty Beauty. Ik heb de Fenty Glow. Die vind ik persoonlijk het mooiste. En ik probeer altijd heel weinig van op te doen. Anders krijg je echt van die heel overdreven glossy lips. Ik doe heel weinig. Dit was mijn look eigenlijk een beetje van vandaag. Mijn haar is echt gewoon ontploft lijkt het vandaag. Ik ga stukken wel voelen me in ieder geval. Ik kan echt niet wachten voor mijn nieuwe oorbellen. Echt. I can't. Ik ben wel echt heel mooi, maar ik snap wel dat Nessie eraan moet wennen. Want de eerste dag zijn ze altijd heel erg heftig. Morgen worden ze altijd heel veel mooier. Want ze maken ze eigenlijk lichter voor mij. Dus eigenlijk wordt het natuurlijker. Dus dat is niet wat het moet zijn ook. Maar ik vind de vorm al heel mooi, weet je wel. Zo'n hoek krijg je erin. Alsof je bijna botox in je wenkbrauw hebt gedaan. Gewoon een soort van wenkbrauwlift. Zo, wat gaan we vandaag eten? Ik heb hier nog chili con carne die ik gisteren heb gemaakt. En die is voor Nessie. Daar ga ik even extra borrel bij maken met vermicelli. En voor mezelf is dit het gewoon vis in de oven. Also, kijk eens wat er is binnengekomen. Ik heb het laatst besteld online. Fijne Himalaya zout. Echt, echt helemaal top. Ben hier helemaal blij mee. Voordat de vis in de oven gaat, ziet die er zo uit. Nu even snel de borrel maken voor Nessie. Ik ben klaar met editen. Dit is mijn avondmaaltijd. Ik heb een beetje borrel. Echt een klein beetje met salade en vis met groenten. Guys, het is inmiddels afgekoeld. Het is zelfs aan het regenen. En wij gaan even een snackje halen. Waar is mijn oude sleutel? Yes, yes. Oh, ik heb een zelfsleutel. Oké, okay. Heb je ook wel huissleutel? Ja, heb ik ook. Oh, dit weer is echt zo heerlijk. Het gaat echt zo hard regenen en denk ook bliksemen. Hoor je dat? Van die bliksem. Oh, heerlijk. Die donder. Oh, ik ben zo net zo afgekoeld. Ja.
kunnen wel vanavond lekker slapen in ieder geval. Heerlijk. We zijn allebei toevallig grijs gekleed. Ik heb even snel een jurkje aangedaan van de Zara. Ik heb vandaag wel weer gezond gegeten, maar nu ga ik weer een snackje nemen. Maar ja, dat doen we meestal één klein snackje op een dag. En dan een beetje afbouwen. Dus het moet wel, anders lukt het niet in één keer. Vooral met zomer, dus dan wil je gewoon ijsjes en weet ik veel wat. Ik kan niet de hele dag door salades eten, toch? Oké, wij gaan even vertellen wat voor snackje we gaan halen. Want wij gaan voor een ijsje. Eén bolletje voor mij. Ga je ook voor één bolletje of twee? Twee. Oha. Eén bolletje voor mij en we gaan naar onze lievelings ijssalon. En daar neem ik altijd, ik denk dat heel veel mensen gaan schrikken, ik neem altijd after eat. Dat is gewoon mijn lievelingssmaak. Dat is mijn lievelingssmaak. Laat hieronder weten wat jouw lievelingssmaak is. We zijn de enige gekken die met onweer, regen, alles ijs gaat halen. Volgens mij is het nu helemaal leeg, daarna komen wij eraan. I love my life. Het is zo leuk. Het lijkt alsof ik op vakantie ben. Ik denk iedereen vlucht daar zijn. Yeah. Oh god jongens, we hebben ons ijs, maar we zijn helemaal nat. Oeh. Ijs, dit is... mijn ijskeuze. Ik heb after eat en kokos. En ik heb met hoorntje en is weer zonder. Oh, dat is echt life. Love it. Met onweer op achtergrond. Dus mijn twee lievelingssmaken. Ik heb nog een beetje after eat over. En kokos is ook echt mijn favoriet. En dragon fruit in Bali was echt gewoon gruwelijk lekker. Maar ik heb altijd discussie met mijn vriendin over... welke smaak het lekkerst is, want zij vindt after eat echt heel goor. En haar lievelings is citroen. En ik vind dat echt zo smerig, citroen. Waarom zou je van alle smaken die er bestaan voor citroen kiezen? Maar mensen die vinden after eat van vroeger, waren van die chocolaatjes met munt erin, die waren echt heel goor. Die vinden ze dus heel goor, ze denken dat de ijs ook heel goor is. Maar hij is echt heel fris, het is gewoon munt. Met stukjes chocolade in, maar het is echt heel fris. Heel anders dan chocolade van vroeger. Jullie moeten deze echt een keer uitproberen. Oh god, ik ging googlen hoe je milkshake moet maken. En ik kom er na zoveel jaar pas achter dat er echt gewoon ijs in milkshake zit. Wauw, hoe ongezond is dat? Ik wist dat het ongezond was, maar niet zo ongezond. En ze voegen nog suiker erna toe. Dus ik ga echt letterlijk al 10 minuten dood op één TikTok. Het is echt zo grappig. And how I keep my skin glowing and everything. So I'm gonna share just a few things. Firstly, I'll mention that I wake up every morning at 5 a.m. for a jog. And then after that, sometimes I come back and still do another workout. And then, sorry, excuse me. Just got a bit distracted. And then, is dus een vrouw die doet alsof ze een influencer is. En dan staan ze praten tegen de camera. En dan gaan ze lullen ze elke uur, elke dag om 5 uur 's ochtends opstaat om te gaan joggen. En dan is dit zijn reactie. Ik ga helemaal stuk.